We leven thans met 3,5 miljard mensen op aarde. Wetenschapsmensen zeggen dat we spoedig met zoveel zullen zijn dat wij het leven van planten en van dieren onmogelijk zullen maken. We vernietigen de natuur met gifstoffen en met ons afval. Het eindresultaat moet zijn dat wij onszelf vernietigen. Waar moet u maar? Minister! We hebben een minister, die zetel in Den Haag. De man is niet van gisteren, maar ook niet van vandaag. Het is meer een man van morgen, want hij denkt niks vooruit. Wie is die man vol zorgen? Dat is minister Stuit. Waar zucht hij voor de microfoon? Hoe hou ik de rivieren schoon? Is de toestand werkelijk zo erg? Als wij met zoveel mensen zo sterk blijven vervuilen, zie ik als bioloog het grootste gevaar in wat zo duidelijk wordt geformuleerd door professor Jacques Picard, de oceanograaf, dat over 25 jaar de oceanen dood zullen zijn. Jonge, jonge, dan zingt die jonge. Het lijkt wel of er een rioolbuis is gesprongen. En je ruikt de kattenbis in alle tongen. Maar minister Stuit waart over onze longen. Het percentage zuurstof in de atmosfeer zal afnemen of de concentratie koolzuur zal voor onze samenleving dodelijk worden. Aldus dokter PHWAM de Veer, leraar biologie in het Limburgse Simpelveld, die in deze documentaire de draad van het verhaal zal aangeven. Zijn betoog wordt onderstreept door een man die vanuit een heel andere hoek het probleem beziet. Ingenieur H. Peters, lector aan de Technische Hogeschool van Twente in chemische gezondheidsleer. Tijdenlang heeft men eigenlijk gedacht dat men rustig afvalwater en afvalgassen kon spuien in het milieu, dat die door de verdunning met grote hoeveelheden schoon water en schone lucht wel onschadelijk gemaakt zouden worden. Ja, roept u maar. Stromen! Zijn niet alleen de stromen, maar hij geeft gat in niets. Vervloekt ook in zijn dromen het Europoortgebied. De lucht is niet te harde, het gifgas wordt verspreid. Je longen gaan aflarden, het is de hoogste tijd. Dat Stuit nu eens het gifgas stuit. We houden het niet langer uit. Tegenwoordig komt men echter meer en meer tot de ontdekking dat er bepaalde stoffen zijn die niet afgebroken worden onder natuurlijke omstandigheden, die zich gaan ophopen, zodat we op het ogenblik insectenbestrijdingsmiddelen aantreffen in pinguïns aan de Zuidpool. Een bewijs dus dat deze dingen zich niet alleen ophopen, maar zich ook over de hele aardbol aan het verspreiden zijn. Hey minister, vertel eens wat is er? De lucht is blauw, de zon schijnt wel en toch het miste. In de mond zinkt het en het zister en het gister. Waarom is het in de Rijnmond zo sinister? Biologisch gesproken is de aarde overbevolkt. Maar dankzij het feit dat wij hierop een kunstgreep hebben bedacht, namelijk de industrialisatie en de technologie, zijn we in staat om een dergelijk groot aantal mensen op de aarde in leven te houden. De wereldbevolking is intussen zo omvangrijk geworden dat zelfs die kunstschepen tekort gaan schieten. Dr. S.L. Mansholt, voorzitter van de Europese Commissie in Brussel, vreest dat de wereldbevolkingsgroei moet klemlopen. De grote vraag van waar we staan, kan de mensheid over 20 jaar voldoende gevoed worden? Daar heb ik ernstige twijfels.